Welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. We gaan eerst even naar de oorlog in Oekraïne, waar de stad Bachmoed nog steeds in handen van Rusland dreigt te vallen. De stad in Oost-Oekraïne wordt al maanden zwaar gevochten. De laatste toegangswegen waarmee Oekraïne de stad kan bereiken worden door de Russen kapotgeschoten. Ja, onze Vlaamse kijkers die schrikken hier niet zo van. He, is dit niet gewoon de ring van Antwerpen? Nee, het ziet er goed uit, hè? Maar nee, dit is Bachmoed. En of de stad echt gaat vallen, dat is nog maar de vraag. Want ik las dit vandaag. Russische soldaten weigeren te vechten vanwege slechte uitrusting. Ja, want Oekraïne krijgt natuurlijk steeds meer moderne wapens uit het Westen. Maar de Russen die moeten het nu doen met 60 jaar oude tanks. He, voordeel, je hebt een tank. Nadeel, je komt de milieuzone van Mariupol niet meer in. En gisteren kwam zelfs het bericht dat Russische frontsoldaten vechten met de MPL-50. De MPL-50. Dat is niet te geloven, toch? Ik merk dat niet iedereen hier weet wat een MPL-50 is. De MPL-50, dat is een schep. Dat is echt waar. Kijk, Russische troepen aan het front vallen aan met scheppen. Jezus. De oorlog is een jaar bezig en de Russen die zijn aangekomen bij het handgereedschap. Door nog een jaar wachten, de Russen vallen aan met nagelschaartjes en soep. En die schep die gebruikten ze al in de tsarentijd, hè, in de 19e eeuw dus. En dan denk je, je kunt toch niet vechten met een 150 jaar oude schep? Jawel, ik vond namelijk deze instructievideo van een Rus die het voordoet. Hier, kijk. Die boemer met die trui, die hakt die soldaat volledig in de pan met zijn schep. Zo, pa! Pak aan! Haha! Nou, de Russische defensieminister Shoigu bracht dit weekend een zeldzaam bezoek aan de troepen. Hier zie je hem samen met de winnaar van de zandkastelenwedstrijd. En hij ging ook naar Mariupol, een andere stad die de Russen helemaal kapot hebben gebombardeerd. Hier arriveert hij op het vliegveld. Hier zie je hem een stukje wandelen. Kijk, pompidompidom. Even naar de kaart kijken. Zo, is dit allemaal op ware hoogte? Ja, tegenwoordig wel, meneer. Ja. Ja. Oh, het is heel mooi geworden, dit. En ook de buitenlandminister Lavrov was dit weekend op reis. Hij was in India voor de G20 en hij mocht ook iets zeggen. You know, the war which we are trying to stop and which was launched against us using the Ukrainian people, of course it influenced the policy of Russia. Ik zou hier de hele avond naar kunnen kijken, toch? Ja, de humor is een beetje Lavrov, ik schiet humor. Maar ik hou er wel van. En op een gegeven moment trok hij echt alles uit de kast om de lachers op zijn hand te krijgen. The nazis who took the power in Ukraine through a coup. Then there was the right to have some local police. Which is nothing unusual. Dit was geen mic drop, dit was een mic slap. Wow. En dan gaan we nog even naar dat andere slagveld, de Eerste Kamer. Want we zien natuurlijk altijd het politieke spel. En het komt niet zo vaak voor dat we een kijkje achter de schermen krijgen. Tot vandaag, want er zijn notulen gepubliceerd van een commissie met daarin alle fractievoorzitters in de Eerste Kamer. En die commissie die heeft de toepasselijke naam College van Senioren. En daarin worden allerlei zaken besproken waar de senioren-senatoren niet zo blij mee zijn. Nou, waar gaat het dan allemaal over? Dat er rond het gebouw van de Eerste Kamer op de stoep wordt gefietst? Of dat niemand hun travelchecks meer accepteert. Nee, ze willen bijvoorbeeld niet met de trein. Want kijk, Eerste Kamerleden krijgen hun vliegreis alleen vergoed als de bestemming niet binnen 8 uur met de trein te bereiken is. En soms moeten ze naar Straatsburg voor een EU-bijeenkomst. En dat kan binnen de 8 uur, dus mogen ze van de regels niet met het vliegtuig. En dat is natuurlijk meer gedoe, dus daar balen ze nu van. En ik zeg nu ze, maar dan bedoel ik eigenlijk alleen VVD-senator Annemarie Jorritsma. Jorritsma, die wil er niet aan. Het levert haar naar eigen zeggen veel ongemak op als zij niet met het vliegtuig naar Straatsburg kan. Ja, heel veel ongemak, zoals inchecken met je OV-kaart, dat schelle fluitje van de conducteur. En soms in de buurt van een station, dat de trein zo doet. En trouwens, ook wel gek dat Jorritsma zo'n hekel heeft aan de trein, want er is een treinstel vernoemd naar Annemarie Jorritsma. Hier, namen nieuwe Arriva-treinen Achterhoek bekend. Samen met bijvoorbeeld Simon Tahamata, Gijs Scholten van Aschat, Ellen ten Damme, Harm Edens en Flipje. Inmiddels rijdt Annemarie Jorritsma met de Simon Tahamata in Friesland. En ik ben er eens ingedoken, maar ik begin wel te snappen waarom Annemarie Jorritsma liever niet met de trein reist. Kijk maar, geen wc meer in deel van treinen Leeuwarden-Harlingen.
En het gaat om de treinstellen met de namen Annemarie Joritsma en Simon Tahamata. Dus Annemarie Joritsma die zit vol mensen die met benen over elkaar zitten te wachten tot ze kunnen overstappen op de Gijs Scholten van Aschat. Oké, okay, nou, die trein is stom. Wat kan er nog meer beter in de Eerste Kamer? Vooral het eten blijkt een probleem. Volgens Rick Jansen van de SP zijn er opstoppingen tijdens de lunch. En volgens Henk Otte van de fractie Otte zijn de broodjes en sapjes alleen maar lekker als er hoog bezoek is. Ah, net als vroeger op de middelbare school was er een open dag. Opeens alle toiletten schoon en van die bloembakken in de gang. Bam. En waar was de chagrijnige pedo van Engels opeens? Maar goed, een slechte lunch kan ook heel vervelend zijn, tuurlijk. Dus ik vroeg me af, hoe slecht is het geregeld dan? Nou, ik ben even op onderzoek uitgegaan. En kijk, er is een restaurant aanwezig op basis van een zelfbedieningsbuffet. En ik denk dat het daar misgaat bij Henk Otte. Ja? Ik denk dat Henk het concept zelfbedieningsbuffet niet snapt. Ja, voorzitter, want gisteren had ik eigenlijk alleen maar een gigantisch bord met alleen maar van die roomboterrondjes. Ja, ik eet het wel, maar dat is toch geen lunch? En andere mensen hadden juist weer helemaal geen boter. Maar het kan nog erger, voorzitter. Vandaag had ik een gigantisch grijs bord met van die kuilen met alleen maar bestek. En andere mensen hadden juist weer geen bestek. Dit was vandaag zometeen Diederik Smit over het spectaculairste sportweekend van het jaar. En we hebben het over de Noord-Koreaanse oplichting door het CDA in Limburg. Maar eerst even dit. Dit is Fleur. Fleur maakt echt super lekkere limonade. En dat zeg ik niet alleen omdat ze mijn dochter is. Is echt zo. Papa is misschien wel weinig thuis, maar hij werkt heel hard voor centjes, zodat hij reclamezendtijd kan inkopen bij Arjan Lubach. Zo, wie is er nou een ongeïnteresseerde vader? De lekkerste limonade koop je bij Fleur. Ze is pas 4, hè? Of misschien al wel 5 trouwens. Oké, dat was hem. Het allerlaatste filmpje op YouTube. Je hebt alles gezien. Bizar. Er zit niks anders op dan verder te gaan kijken op NPO Start. Daar staat nog veel meer. Zoals hele uitzendingen van de avondshow. Heel veel plezier.